Standaard Antwerp nu, rood-wit tegen rood-wit. Bij Standaard is Guy Hellers nog steeds gekwetst, Freddy Luijks niet meer. En Nico Klaassen speelt tegenwoordig bij de invallers van Antwerp. Hij smaakte dus niet het genoegen nog eens Ops Clessin tegen een van zijn vroegere clubs aan te treden. Voor ons zat Ops Clessin Dirk Abrams. Inworp, Mark van der Linde, Roeier met het hoofd, Schroten. Tot bij Leenhof. Lage voorzet, en daar is Van Rooij. En onder Gilbert Bodaar door. Doelpunt voor Antwerp, vrij verrassend. Dacht aanvankelijk dat Bodaar die bal had. Maar die is onder hem in het doel gegaan. Kijk, daar de voorzet en dan Van Rooij met de linker. Toch wel een blunder van Gilbert Bodaar. En 0-1 voor Antwerp na 4 minuten. Uittrap van Bodaar. Tjerniatinski, Van der Smissen. Tjerniatinski, Rosenthal hier, in één tijd, was een kans, zo'n metertje naast de paal, kans voor Ronnie Rosenthal na 8 minuten. Uittrap van Gilbert Bodaar, erg ver, Rosenthal met Van Reti, Rosenthal gaat die scoren, wordt neergelegd door Schillar en strafschop zegt scheidsrechter Pirou. Strafschop voor Standaard na 11 minuten, daar krijgen we het opnieuw. Radko Schillar, die zich geblesseerd heeft bij die strafschopfase met Rosenthal, gaat het veld verlaten. En wordt in het doel vervangen door Wim de Koning. Wim de Koning nog maar net op het veld en hij mag al meteen proberen die strafschop te stoppen. Die gaat genomen worden door zijn overbuur Gilbert Bodaar. De Koning die dus de geblesseerde Schillar vervangt en Wim de Koning stopt hem. Ongelooflijk. 10 seconden op het veld en hij stopt hem. Strafschop, Wim de Koning. Er loopt niemand in de spits bij Antwerp. Goossens gaat er nu naartoe met Lambrecht. Dirk Goossens is door. Gaat hij scoren. Schiet de bal tegen Bodaar aan. Tony van Reti. Bal kwijt. Antwerp nu met Frans van Rooij. Zo'n mooie voorzet tot bij Mark van der Linde. Dat scheelde weinig. Voorlangs. Van der Smissen. Rosenthal die bereikt hier nog. Benoit Kans. Tjerniatinski is mee voor doel. Benoit Kans, daar komt de voorzet. Tjerniatinski. En opnieuw een schitterende redding van Wim de Koning. Standaard blijft in balbezit met Guy van der Smissen. Geen buitenspel dit keer. Luijks kan de bal nog binnenhouden. Kopbal van Ron Rosenthal in 1-1. Schitterend doelpunt van Ronnie Rosenthal, zijn 8e van het seizoen. Luijks die bal nog kan binnenhouden. Nog kan voorzetten en dan een droge kopbal van Ronnie Rosenthal en 1-1. Hoekschop Standaard met Tans, kort genomen tot bij Luijks die daar helemaal vrij staat. Tans opnieuw. Rosenthal met links en zijn tweede doelpunt en wat voor een. Van deze man Ronnie Rosenthal zijn 9e competitiedoelpunt. Bij Antwerp stond men erbij en keek men ernaar. Daar komt de voorzet van Benoit Kans. Die valt voor de voet, de linker van Rosenthal. Daarnet een droge kopbal, nu een droge knal en 2-1. Via deze man, Ronnie Rosenthal. Het spel is inmiddels hernomen. Verre bal van Van Rooij tot bij Leenhof. Voorzet, Goossens is daar, kop naar binnen. En het is 2-2. Een doelpunt van Dirk Goossens. Het was Mark van der Linden die de bal naar binnen legde. En niet Goossens die scoorde. Daar krijgen we het opnieuw. De voorzet van Hans-Peter Leenhof. En dan is het aanvoerder Mark van der Linden die de bal naar binnen legt. En dan komt Dirk Goossens aangelopen. En die vloert een kansloze Bodaar. En 2-2. Lambrecht tot bij
Radanovic. Geen buitenspel van Benoit Tans. Daar komt de voorzet, weggekopt. De Langere met het schot en de koning pakt het eerste doelgevaar in deze tweede helft. We spelen bijna 25 minuten in de tweede helft, die heel wat minder kan boeien dan de eerste. Beide ploegen zijn veel voorzichtiger geworden. Hielden achteraan in de eerste helft op de deurdag. Kan Van Rooij nog bij die bal? Jawel, nog een goede voorzet. En Mark van der Linde en 2-3 voor Antwerpen. Schitterend voorbereidend werk van Frans van Rooij en even knap afgewerkt door aanvoerder Mark van der Linde. Daar krijgen we het opnieuw. Frans van Rooij houdt die bal binnen, zet voor. Die bal gaat door en komt bij Van der Linde in één tijd hoog in doel en 2-3. Nog 4 minuten te spelen. In deze wedstrijd gebeurde heel wat minder in de tweede helft dan in de eerste. Pister, misschien nog een mogelijkheid voor Antwerp. Van Rooij, Goossens vraagt de bal. Frans van Rooij schiet met links. Goede redding van Gilbert Baudard. Slechte uitraf van de koning in de voeten van Alex Sjenjatinski. Voorbij de kennen. Gaat hij gelijk stellen. Dik van dan, inderdaad. 3-3. Niet Sjenjatinski, maar wel Shalom Tikva. 3 minuten voor het einde van de wedstrijd. Daar krijgen we het nog eens. Sjenjatinski voorbij de kennen. Schiet met links tegen Van Retiaan. En dan komt Tikva ook met links. En 3-3 is de stand. Meer dan waarschijnlijk de eindstand in Standaard Antwerp. En dat is een juiste uitslag. Standaard Antwerp 3-3, een heerlijke partij ook. Voor Radko Svilar was het iets minder natuurlijk. Hij werd weggedragen met een hersenschudding. En wat een heerlijk moment anderzijds voor zijn collega Wim de Koning natuurlijk, die penalty onmiddellijk stopte. Naar Limburg nu, naar Racing Genk, waar die andere Limburgse eerste klasse ploeg op bezoek was, Sint-Truiden. Er waren 14.000 toeschouwers, naar we aannemen ook allemaal Limburgers.